De vernielingen vinden plaats aan de Van Spijkstraat, Oosterstraat en de Evertjesstraat. Daar gaan 50 tot 60 ruiten aan diggelen. Ook beukt de Leidenaar een flink aantal ruiten in van geparkeerd staande auto's. Ik kijk door de Luxaflex en ik zie een donkere man zie ik aankomen rennen met een honkbalknuppel in zijn handen. En die loopt net langs het huis van mijn buren en die slaat al een ruit in en hij rent door. Dus ik denk, nou, die komt naar mijn huis toe. Dus ik spring naar achter over mijn salontafel heen. En hij slaat inderdaad mijn ramen ook in. En het glas sprong alle kanten op helemaal over me heen. En hij rende dus gewoon door. Want ik hoorde dat hij dus ook doorging naar mijn buren. En hij is zo het hoekje omgegaan, zo door naar de zijstraat hier van de Eversenstraat. En heel het huis helemaal onder het glas, allemaal kleine stukjes glas. Mijn vriendin die stond in de gangkast, die was in de gangkast gesprongen. Want je schrik je eigen wezenloos, joh. Agenten slagen er uiteindelijk in de doorgedraaide man te overmeesteren. Het is nog onbekend wat de man tot zijn daad bracht.